Ik ben de voorzitter van de Gilde van de Zwarte Tulp en voorzitter van Gildemeesters Bollenstreek. En met de Gildemeesters Bollenstreek, ook verbonden aan het Museum de Zwarte Tulp, bouwen wij aan een kunstwerk van 80 reuzenbollen. Half mei zijn de bloemen uitgebloeid, tulpen hier, Sint en Narcisse, die zijn weg. En dan is de identiteit van de Bollenstreek verdwenen en we kunnen niet meer vinden waar de Bollenstreek gebleven is. Nou, wij bouwen nu aan een kunstwerk van 80 reuzenbollen. Die worden manshoog, 1,85 meter groot, 80 stuks en die gaan we plaatsen. Tussen Haarlem en Leiden, dat wordt een hele mooie route waar je kan fietsen van 100 kilometer, waarmee je zelf de Bollenstreek kan ontdekken. En wij zijn er ook van overtuigd, de Bollenstreek heeft identiteit gekregen en zat het hele jaar in bloei. Dus je kan jaar rond, kunnen we mensen uitnodigen uit de Bollenstreek, uit Nederland, uit de hele wereld. Joh, kom naar de Bollenstreek en verblijf ook in de Bollenstreek en ga daar ook die centjes een beetje besteden. In ons domein hier, waar de reuzenbollen worden beschilderd. Die reuzenbollen worden beschilderd door kunstenaars uit de bollendorpen, tussen Haarlem en Leiden. En ik ben op speurtocht continu om daar de parels uit te halen en ze te interesseren voor dit mooie project. De kunstenaars die vind ik vooral via internet, maar ook als je een netwerk opbouwt. We werken nu met zo'n 45 kunstenaars. En daar zitten er natuurlijk verschillende specialiteiten in. En men weet ook vaak van, joh, als je nog een abstract schilder zoekt of iemand die een mooie gezichten maakt. En zo ontstaat dan ook het hele netwerk. Ik zie hier Ines Keuler druk bezig aan haar kunstwerk. Ik ben al een beetje de bekende wisser. Ja, dat er had altijd met de snackjes gestaan. En nu ben ik gepensioneerd. En nu is mijn hobby is gezellig schilderen. Ja, het lukt. Maar het is wel een hoop werk. Maar dat geeft niet. We hebben alle tijd. En het is een gezellige koppel. Speciaal keuken opgenomen. En hij bestaat uit 4 vlakken. De ene vlak is de vijver. Met, dat is bekend, de vijver met, er moet er nog een fontein in komen en nog meer. Dit is het paard. Nou, dat is ook al lang bekend natuurlijk bij Keukenhof. Nou, dit is een van de eerste bollen. Die is gemaakt door een gastkunstenares uit Japan. Rurie Matsumoto. En die heeft geprobeerd om het DNA-structuur van de bol uit te beelden. Keramische kunstwerken, fantastisch mooi.